U bent er vast wel eens langs gereden. Het gebouw achter mij. Mede dankzij dit gebouw kunnen wij hier wonen. Het is nu een museum, maar dat is eigenlijk niet de originele oorsprong van het gebouw. Vroeger was het Haarlemmermeer echt een meer, zoals bijvoorbeeld het IJsselmeer. Het Haarlemmermeer lag centraal tegen twee grote steden aan, te weten Haarlem en Amsterdam. Het voordeel was dat die twee grote steden per schip makkelijk bevoorraad konden worden voor levensmiddelen of andere producten. Maar de nadelen die waren eigenlijk nog veel groter. In 1574 vond hier op het Haarlemmermeer een groot gevecht plaats tussen Nederlandse en Spaanse schepen. Met als belangrijke hoofdprijs het Haarlemmermeer. Nederland verloor die strijd. En nadat de Spanjaarden het Haarlemmermeer hadden veroverd, vielen zij via het Haarlemmermeer ook Haarlem binnen. Jaren later, in de 17e eeuw, vond Jan Adriaensz Leegwater het Welletjes. En hij maakte plannen om het Haarlemmermeer droog te malen. Er werd besloten de droogmaking van het Haarlemmermeer volledig op stoomkracht te verrichten. Er werden om het Haarlemmermeer stoomgemalen geplaatst. Eentje in Buitenkaag en eentje in Leinden. En om nog meer stoomkracht bij te zetten, werd hulp ingeroepen van Nicolaas Samuel Krukius. Hij bouwde het meest krachtige stoomgemaal van de hele wereld. Dit stoomgemaal. Stoomgemaal de Krukius. Eind 1849 werd begonnen met het leegpompen van het Haarlemmermeer. Het water werd als het ware omhoog gepompt en het Haarlemmermeer uitgeduwd. Op 1 juli 1852 was de grote klus dan eindelijk geklaard en was het Haarlemmermeer helemaal leeggemalen. Tot zover een klein stukje geschiedenis over de gemeente Haarlemmermeer. Maar wat weten de inwoners nu in 2012 nog over de geschiedenis van onze gemeente? Meer televisie ging deze week de straat op met de vraag: wat weet u over de geschiedenis van Haarlemmermeer? Vrij weinig, ja, alleen dat het een polder is en het drooggelegd is, maar meer niet eigenlijk. Ga je ver terug, man? Geen idee. Ik kom zelf uit Amsterdam, ik woon hier net 20 jaar, maar geschiedenis? Nee, moet je mij niet vragen. Vrij weinig. Nee, ik zou geen idee hebben. Heb jij enig idee iets over de geschiedenis van de gemeente Haarlemmermeer? Weet je daar iets van? Nee, eigenlijk niet. Dorpje Rijk. Daar ben ik geboren. En dat bestaat niet meer. Daar staat nu Schiphol verkeerstoren. Nee. Je geen idee wat dit vroeger was, waar je nu op staat? We staan nu op, ja, de... Ja, dat hier water of zo. Ja, graan voor vis. Waarschijnlijk met het gemaal hier al in Krukius. Ja, dan kom ik in de buurt, hè? Ja. Ja. Maar ja, ik heb er geen voorstelling van maken hoe dat gegaan is. Nee, niet echt. Dus het begon natuurlijk met een paar boerderijtjes langs de hoofdvaart natuurlijk, voor het werk. En langzaam wordt het steeds uitgebreider en uitgebreider gebouwd, zeg maar. Ja, de polder hier. Ja, eigenlijk. Nee. Ja, het is wel heel leuk om het Historisch Museum natuurlijk te bezoeken. Ook daar haal je heel veel terug uit het verleden van Haarlemmermeer. En onder andere de inpoltering natuurlijk. Dus ja, dat is wel heel leuk. Met een gemaal? Ja. De gemaal hebben ze het leeg gepompt, ja. Moet je nog meer weten? Wat weet u er nog meer over?
Nou, we komen er allebei eigenlijk niet vandaan. Helemaal niet. Dus dat is alleen van de geschiedenis van Horen natuurlijk. Nou ja, 1852, hè. Drooggelegd. Veel bagger. Boeren die pionierden. In vaste kaveltjes. Kleine dorpjes. En dit is ervan geworden. Wilt u meer weten over de drooglegging van Haarlemmermeer? Neemt u dan gerust eens een kijkje aan museumdekrukjes.nl. En wilt u meer weten over de geschiedenis van Haarlemmermeer in het algemeen? Gaat u dan gerust eens langs aan het Historisch Museum Haarlemmermeer.